Goedemiddag, ik ben Servaas, OK-medewerker in het Maxima Medisch Centrum. Ik heb een aantal collega's gevraagd waarom het leuk is om in het Maxima te werken. Kijk je mee? Kun je iets vertellen over het team? Ik vind dat wij een heel leuk team hebben. Ik denk dat wij ongeveer met 75 operatieassistenten zijn. Hoe is het om in een opleidingsziekenhuis te werken? Nou, ik ervaar dat eigenlijk als heel prettig. We hebben hier ook, omdat we een opleidingsziekenhuis zijn, heel veel assistenten. En die allemaal heel goed meewerken. Je hebt er eigenlijk een hele goede band mee. En ook omdat we een opleidingsziekenhuis zijn, ook heel veel nieuwe innovatieve behandelingen. Ze proberen hier altijd de nieuwste technieken uit. En daardoor blijven wij ook up-to-date. Wat maakt het voor jou fijn om op OK van het Maxima Medisch Centrum te werken? Ja, wat het voor mij zo fijn maakt, is echt gewoon de samenwerking tussen de anesthesie en de chirurgie. Ik hoor ook heel vaak van patiënten terug van, oh, wat zijn jullie goed op elkaar ingespeeld. En het is ook wel echt zo. Je ziet ook wanneer iemand hulp nodig heeft en je helpt elkaar waar nodig. En voor jou? Ik ben ontzettend blij om in dit ziekenhuis te mogen werken met een leuk team operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Ik merk dat we heel erg op elkaar ingespeeld zijn. Af en toe is er tijd voor een muziekje op de OK. En als ik het even zwaar heb, dan krijg ik ondersteuning van de operatieassistenten en van de anesthesiemedewerkers. De werksfeer is gewoon echt heel erg plezierig. Het is nu al super en gezellig om op de OK van het Maxima Medisch Centrum te werken. Maar straks, volgend jaar, als de nieuwbouw zoals hier achter te zien is, klaar is, hypermodern, veel daglicht, dan wordt het alleen nog maar fijner. Dus kom gauw kijken. Ben jij na het zien van dit filmpje benieuwd naar ons enthousiaste team en het nieuwe OK-complex? Bel en kom een dagje meelopen.